De traditionele wandelstok wordt ook wel een kromhaak genoemd. Henk, we kijken even of dit de goede hoogte is voor de stok. Die is voor jou iets te hoog. Deze stok is alleen perfect op maat te maken door er een stuk van af te zagen. Rond. Een rubberen dop eronder voorkomt wegglijden. Pijn in mijn hand. Sommige stokken hebben een zogenaamd anatomisch gevormd handvat. Deze vorm ondersteunt de hand beter. Misschien geeft dat een stukje ontlasting. Probeer het maar eens even. Dit is trouwens even kijken. Ja, dit is voor de linkerhand. Prima. Ja, dat is een stuk fijn. Een aluminiumstok is lichter in gewicht en kan in lengte versteld worden. Dat kan met pinnetjes of met een knelsysteem. Ik ga eerst de ring open. En dan kan ik dit knopje indrukken. En dan kan ik hem. En vervolgens draai ik dit weer vast. In deze aluminium variant bestaan ook stokken met een zitje. Kijk Henk, ik heb nog een andere mogelijkheid om even rust te nemen. Is deze stok. Je moet iets meer balans hebben, maar je kunt vervolgens heerlijk even uitrusten. En er zijn ook lichte stokken die inklapbaar zijn. Zo past de stok in een tas. Ik heb nog een huddelmiddeltje om de stok makkelijker bij je te kunnen houden en weg te kunnen hangen. Dat is dit bandje. Dat kun je aan de stok bevestigen. Je haalt de dop er even af. En vervolgens gaat dit er overheen. Schuif je door naar boven. Ik plaats uiteraard de dop weer terug. Ik doe hem om de pols en vervolgens pak ik de stok. En als ik dan onderweg iets wil pakken, dan blijft de stok mooi bij me. Kijk, en vervolgens kan ik de stok weer pakken.